Hallo? Hallo? Welkom dames en heren bij een nieuwe aflevering van Overleven met Rovi en... Tot na het intro. Daar komt ie! Ik sluit hem op. Samen overleven met Rovi en Vincent. Zo, en ik zit hier bij alle kipjes. Nou, ze zijn weer lekker enthousiast hoor. Ja, lief hè? Echt hè? Moeten de eitjes pakken, dan kunnen we nog meer kippen. Ja, het zijn er al zoveel. Ja, het kan wel op zich. Maar er zijn nieuwe cadeautjes voor mij. Speciaal voor jullie, Vincent en Rovi Transavia. Wat zit erin? Oh, jeetje, moet je kijken. Oh. Er zit een lied in. Oh, een zadel. Oh, die is makkelijk. Koekjes neem ik mee. Pak jij de koekjes? Mijn inventory is helemaal vol. Oh, mijn nog niet, maar ik pak al het spijt me nog voor dat grieven. Oh, nou, hij heeft gegriefd en het ziet er netjes uit dat hij dit heeft gedaan. Ik ga het maak, slopen maar zijn kapot. Bordjes. Die bordjes kunnen we ook gebruiken. Oh, hier staan heel veel bordjes ook. Waar zo? Hier. Oh, hier. Oh jeetje, zo het lezen. Mooi huis. Zit er, Roy. Ik woon daar. Ben jullie buurman, Daily Arnos. Die grote toren met de blauwe glijbaan is van mij. Kom zeker eens kijken naar het zwembad. Je kan het pad van Irma volgen, dan kom je er langs. Het is een groot stuk grond, maar het is nog in aanbouw. Sorry voor de lange tekst. Maar daar heeft hier ook echt iemand een hele mooie paal gemaakt, hoor. Ik zie geen paal, maar zie jij een paal? Achter je, hier zo. Joe. Oh, daar ben je. Zo, hallo. Hier. Ja, ik ga even kijken. Oh, prachtig. Zal ik hem slopen met mijn Silk Touch Diamond Pickaxe? Doe maar. Voor mij is het een Silk Touch. Nou, volgens mij hebben we een mooi plekje. Ik zie daar iemand in de verte lopen. Wie is het? Echt? Oh, ja, kijk nou. Het is een soldaat. Laat hem binnen. Wat? Oh, hij wil vrede. Hij wil vrede. Wacht, ik ga hem naar hem toe, ja? Oké. Okay. Het is misschien wel iemand... Oh, hier hebben we nog meer. Die we kunnen. De boom der geluksen. Dit helpt jullie om te overleven. Dat is wel netjes. Ik ga kijken wie het is, ja? Ik volg een pad. Maar het pad houdt hier op. Ja, is het. Oh, netjes. Oh. Kunnen we niet een brug maken naar de overkant? Dat is misschien dat vet, joh. Dat is schattig. Wacht even. Gewoon een recht pad, zo? Plaats. En dan maken we van hout, denk ik. Ja, mensen, ja. Ik wil niks zeggen, maar ik wil ook weer wat zeggen. Ik speel met mijn nichtje nu op de Xbox 360-versie. En dan spelen we ook survival. En ja, het is eigenlijk heel anders dan de PC-versie. Hij loopt ook echt heel erg achter de Xbox-versie. Maar het is echt verslavend, want dan heb ik zo'n leuk huis. En ik heb eigenlijk dit ook wel heel erg gemist. Maar het is heel anders, de Xbox-versie. Het is echt heel erg leuk. Het is echt aan te raden ook al. Als je echt een Minecraft-fan bent... Ja, zeker weten moet je die een keer spelen, want het is echt fantastisch. En als je een Xbox hebt, hè? Ja, je moet wel een Xbox hebben. Of een PlayStation 3 natuurlijk. Oh ja. Oh, de deurtje zit helemaal vol bijna. Maar we hebben nog een nieuwe erboven. Die ga ik nu vullen. En ik pak even wat hout, ja? Wood chest. Oh, we hebben al aardig wat hout, hoor. Zal ik ook wat vensters maken? Doe maar. Ik vind het prima. Oké, tof. Oh, wauw, hier ligt weer een gat, joh. Ja, joh. En bij de Xbox-versie... kijk, ik doe nou in één klap deek... kijk, je moet hier alles craften, maar bij de Xbox is het eigenlijk voorgeschoteld. Dus dan, als je een venshekje wil, dan staat er gewoon welke dingen je nodig hebt. En dan maakt de computer automatisch wat je wil, zeg maar. Dat is best wel... Ja, ik vind dat wel netjes. Ik vind het wel nice. Natuurlijk ook wel handiger voor... Nou, ik heb... ja, inderdaad, joh. En ook het, ja, het kost wel meer tijd, want ik ben echt heel lang bezig al met een huisje en ik wil hem nou helemaal mooi maken. En dat wil ik waarschijnlijk in een livestream doen, dus ik zit daar heel erg over te denken nog. Ik maak nou wat fansekjes. Zo. Oh, nou. Die. Ik ga een mooie dingen maken, hoop ik, een mooie brug. Ik maak het gewoon grof van hout. We moeten eigenlijk ook houten slabs hebben, hè? Vind je? Houten slabs? Ja. Hebben wij trouwens een anvil? Ja, dat kan wel. Nee, dat hebben we niet. Oké, want ik weet nou heel goed via de... Zeg maar, ja, het is een beetje noob. Natuurlijk. Ik ben nog best wel noob in Survivor. Maar ik weet via de Xbox-versie hoe wij aan anvil kunnen... Of hoe wij een... oh nee, dat weet ik niet. Laat maar. Nee, dat was een ander iets. Ja? Ik weet wel hoe je een anvil kan maken, maar je hebt wel heel veel iron daarvoor nodig. Oh, dat was het inderdaad. Iron hebben we heel erg nodig, ja. Maar je had ook iets, en die wist ik... Oh, dat is de ender portal.
Ja, oh. Ja, die wist ik ook. Die moest je met allemaal... met dat spul wat ondergroeit als je als lava op water komt. Hoe heet dat spul nou? Bedrock? Nee. Obsidian. Obsidian. Zo mensen staan echt te antwoorden terwijl wij die horen. Die zitten achter de computer. Obsidian, Vincent, hoor je me niet? Obsidian. Ik was gewoon even de naam kwijt. Nee, ja, ik vind... Kijk, er zijn zoveel mensen en kinderen die weten gewoon zoveel van Minecraft. Dat is ongelooflijk. En ik denk dat het ook wel je Engels heel erg verbetert, hoor. Denk je niet? Ja, mijn zusje... Mijn zusje weet ook heel veel van Minecraft al. Ja, maar die speelt ook een hele aparte versie, hè? Jouw zusje. Ja, klopt. Ze speelt... soort van Feed the Beast. Ja, dus met heel veel andere objecten. Dat je denkt van, what the fuck is dat? Mm-hmm. En dan lijkt het me nog moeilijker om Minecraft te leren. Omdat het dan, zeg maar... Ja, dat kost wat meer moeite en zo. We hebben trouwens nog meer cadeautjes, zie ik net. Echt? Ja. Moment. Ach. Ik maak even een... als ik weet hoe het gaat, een... Oh ja, ook slabs wil ik eventjes een paar maken, zo. Wat is het? Ik kom zo naar toe. Ik maak even de slabs af. Ik maak heel even de slabs. Leg je anders deze cobblestone even in de kisten? Oh, ik heb wel een paar nodig voor een pad. Oh. Heb je nog? Ja hoor. Oh. Okay. Wat is het? Oh. Ja, dat is een mooi bruggetje, toch? Okay. Ja, wel mooi. Action. Zo. Misschien leuk om op de zijkant van die venshekjes te heb ik er genoeg van, hoor. Kijk, dan maak ze gewoon nog één erop zo. Kijk. Ja? Ja. En rode wat. Kunnen ook stairs aan de zijkant doen. Ja. Ik vind dat wel shot. Ja, nou ja, ja. Je moet wat. Ja. Ik heb heel veel fanshokjes. Ik heb heel veel fences gemaakt. Die moeten we eigenlijk een beetje gebruiken dan. Ja, ik heb echt een. 2 stacks voor mij. Zo, even bouwen. Nee, maar de Xbox-versie is best wel. Ja, natuurlijk ook met monsters en een cave. Het is echt een avontuur. En ja, de PC-versie heb ik natuurlijk ook wel veel gespeeld. Maar niet zoveel als de. Nou ja, nee. Ik wil niet zeggen dat ik de Xbox-versie meer heb gespeeld hoor. Maar ik ben er wel echt keihard mee bezig. Dus ik ben niet alleen maar met Disneycraft bezig. Maar ook echt met de Xbox-versie. En ja, dat vind ik gewoon heerlijk. Even mijn ontspanning. Weet je wel, even lekker. Ik heb ook vakantie. Hè, dat vind ik gewoon heerlijk. Zo, nou, ik heb een beetje iets gemaakt. En dan kunnen wij, dan kan ik het pad verder maken op een gegeven moment. Ik zie daar trouwens nog een pad lopen. Misschien kunnen we het aansluiten met elkaar. Kijk, dat pad ligt daar. Oh, dan iemand heeft een brug gemaakt daar. Wat mooi, hoor. Moet je kijken. Echt, hoor? Ja, kom maar kijken, joh. Oh, ja. Oh, die, wow. En die loopt rond. Misschien kunnen we hier ook wat aansluiten. Maar ik vind die brug echt heel schön, hoor. Vind je niet? Leuk pad, zo. Oh, aan de overkant zie ik wat. Kijk nou. Daar zo, die toren daar. Zie je het? Mijn render distance is... Oh, is niet zo hoog. Oké. Okay. Hier is nog een brug. Wacht. Ja, ik ga... Zullen we daar even zo gaan kijken? Ik ga eerst het pad al aansluiten met cobblestone. Wel echt heel mooi gedaan. Ja, leuk hoor. Complimenten aan wie dit hebt gedaan. Misschien kan je met Co-Inspect eens kijken. Maar jij is natuurlijk in game mode 0, hè? Oh, Irma. Echt? Oh, heeft Irma dat gedaan? Irma heeft het gedaan. Oh, leuk. Zullen we eens kijken bij dat andere huis? Ik ben eigenlijk wel benieuwd, joh. Dat is gewoon... We zijn al zo lang niet online geweest. En dan ineens zie je dit, joh. Dat part, wat er staat daar? Daily Arnold's huisje. Wow. Oh, leuk, joh. Oh, kijk nou. Daily Arnold's. Zit helemaal hier binnen, joh. Poortje, welkom. Even kijken. Ja. Dan heeft hij valluiken en dan ben ik al mijn items kwijt. Ik hoop het niet. Nee. Alles nog in aanbouw. Dus mijn chest, huis... Mijn huis is in het bos. Gratis eitjes. Misschien heeft hij wel gejat van ons. Ik pik hem. Nee, dat hoort toch ik niet. Ik pik een paar eitjes. Wat is het? Oh, dit is het huisje. Hij is eigenlijk gelokt, maar wij kunnen even stiekem naar binnen. Kijk hoor, Daily Arnold. Oh, wauw. Oh, een leuke zoldertje. Nou, heeft hij mooi gedaan in zijn vijver. Leuk gedaan, hè? Een waarde chest. Erg mooi. Oh, hij heeft ook lekker gevist, zie ik. Nou, ik geef hem... hij krijgt van ons wel 5 worteltjes, toch? Ja, zo. Doe maar. Als hij dit ziet, dan... Lift! Oh, je gaat hier naar beneden. Oh, kijk! Oh, wauw! Oh, hier zitten allemaal donuts. Allemaal chesten. Hij heeft ook een soort kiphok gemaakt met hout, zie je dat? We hebben een beetje waar ze op kunnen zitten, kijk, de kippetjes. Achter, ja, kijk. De kippetjes kunnen op de takjes zitten en op de...
Oh, hij heeft allemaal een stone en zo. Oh, hij heeft echt veel lopen spelen in Minecraft, zie je dat? Ja, leuk. Heb je wel liefst? Ik pik dan mooi wel gedaan hoor. Ik pik wel wat liefst van hem, mooi. Waarom? Nou, ik heb hem ook wortels gegeven. Oh nee. Nee. Oh. Hij vindt het vast niet erg als ik vijf dingetjes afpak van hem. Oké, okay, ik kom. Hallo. Wacht even, ik heb nu weer een lekstoot. Oh, oké, okay, dan wacht ik even. Okay, oh, je gooit zijn aardappels. Nee, daar blijf ik af. Echte Nederlander. Kom je terug? Kom maar, Roy. Nee. Wacht. Oh. Ik weet niet wat het is, maar ik krijg steeds lagstoots in survival. Oh, apart, joh. Oh, dat heb je vaker, hè? Ja, dat had ik vorige aflevering ook, ja, volgens mij. Ja, klopt. En toen ben je eruit geknikt. Oh, nu reageer je op Minecraft niet. Oh, lekker, joh. Apart, jullie bouwen te veel. Maar hij heeft wel leuk gedaan hier. Komt jullie bij Rowie's Rowie Games moet nu gaan knippen. Ja, je moet nog gaan knippen, hè? Dus je kan bij Rowie Games ook op dit kanaal kijken en dan zie je zeg maar het tweede vanaf haar gezien. Maar we zijn heel vaak bij elkaar en je hoort hetzelfde commentaar waarschijnlijk. Je ziet waarschijnlijk ook hetzelfde. Ja, waarschijnlijk wel. Rowie achtervolgt me. Hey, maar hij heeft wel leuk gedaan met al die stoombrik. Heeft hij toch? Oh, ik zie Irma. Irma! Het is heel leuk dat je dit gebouwd hebt, maar niet... Oh nee, krippen niet! Oh, ze kunnen niet ontploffen. Nou ja, ze kunnen ontploffen. Maar dan maak ik niks kapot. Oh, ik ben weer buiten hoor. Ik ben weer verder aan het kijken. Ja, mijn Minecraft die reageert weer niet. En is helemaal aan het flippen. Ik wacht even dan. Ik ga vast... Ja, ga maar naar huis anders. Dan doe ik wel slash home als ik... Oh, ik kom zo. Ja, ik kijk nog even. Oh, het wordt donker, hè. Kroelbeer en Rowie's huis. Dragons huis. Ik wil even Irma's huis zien. Oh, daar is een vijand. Hallo. Hallo. Ja, hij doet niks. Ja, goed zo. Blijf daar. Ja. Oh, spin. Ja, hij maakt hem al dood. Hij heeft een goed zwaard trouwens. Ik wil even Irma's huis zien. Ook zijn ze een hele grote beacon daar. Oh, wauw. Dat is helemaal met elkaar verbonden, joh. Apart. Ik moet zo wel naar home, want ik vertrouw het niet meer. Ik hoor skeletjes en zo. Oh, wordt het donker? Ja, nou, het is al donker. Maar hier is Irma's huisje. Ik wou het even laten zien aan de mensen. Het is heel erg kun je daar schuilen? Het is heel erg veel cobblestone. Ze is denk ik nog bezig. Ze heeft gewoon een hele... Heel iets groots geclaimd. Ik zie een draak in de lucht. Ik weet dat ze die draak met... Dat ze die met World Edit heb gedaan. Maar ze heeft ook heel veel met Survival gedaan hoor. Ziet er goed uit. Vet. Ik ga even naar home. Want ik zou vandaag eigenlijk gaan minen. En ik wacht eigenlijk op Rowie. Die komt dadelijk alweer terug. Oh, er is wat geactiveerd bij mij. Wat heb ik op? Ik heb speed, had ik eventjes. Waardevolle spulletjes. We hebben nog diamonds. Dus ik denk dat ik wel even een pickaxe ga maken. Nee. Ja, tuurlijk je wel. Je hebt een diamond pickaxe. Oh ja, oh, die moet ik met... Ik moet mijn anvil nodig. Dus ik moet naar iron. Iron, ja. Dan maken we even een iron. Maar hoeveel iron hebben we dan? Je hebt sowieso al 3 iron blocks nodig. Dus dat zijn zeg maar 9 iron in 1. Zo, jongens. 27 iron. 27 iron hebben we nodig, dus. Oké. Okay. Ja, en sowieso. En dan heb je nog, denk ik... 4 iron nodig, dus ongeveer 31 iron. Oké, okay, zullen we eens kijken wat we hebben nu? Oh, we hebben het bijna 2 stacks. Dan moeten we goed komen. Dus ik moet eerst een iron blok maken. Dat is om een vierkant, geloof ik. Ja, dat is zo jammer. Bij de Xbox versie is het allemaal voor je voorgekoud. Dan weet je van hoe en wat. Oh, je moet hem helemaal vol doen? Echt? Oké. Okay. We hadden dus oké, ik heb 3 iron blocks nu. En hoe moet je die neerzetten dan? Volgens mij de iron blocks bovenin. Ja. In een rijtje van 3. Ja. En daarna in de middelste rij, in het midden, moet je iron ignite ding. Iron ignite, ja, die heb ik allemaal. Ja, en waar de onderste die? Rij moet je weer iron ignite. Ja, ik heb hem. Yeah. Ja. Ja, hey. Ik heb een anvil. Nou, mooi, ze hebben een anvil. En die gaan we plaatsen natuurlijk op een mooi plekje. Want dan kan ik mijn wapens repareren. Zal ik hem in ons, bij ons bedje doen? Ja, doe nou, maar. Nou, ik doe gewoon naast de kist. Naast de kist. En doe gewoon mijn diamond erin, zo. En wat moet ik daar in dat andere vakje doen? Sorry voor de noepheid, mensen. Maar ik ben dit zo niet gewend.
Nou, als je iets wil repareren, bijvoorbeeld, wat wil je repareren? Mijn diamond pickaxe. Nou, dan moet... dan kies je al meteen iets leuks. Je moet je diamond pickaxe volgens mij in het linkse vakje doen. Ja, dat heb ik. En het andere vakje moet je één diamond doen. Okay. Maar is die al heel erg kapot, of is die... Nou, bijna, maar ik pak vast één diamond. En ja, nou valt mee. Ik kan nog wel een keer teruggaan, hoor. Maar ik heb ook een unbreakable axe. En die is wel bijna kapot. En ik weet niet of ik daar dan wel diamond in moet doen. Maar die lukt niet. Misschien moet er iron in, denk ik. Ja. Ik kan hem ook een naam geven. Oh. Dat heb... Ja, ik heb hem gefixt en er komt heel weinig bij. Oh, je moet hem heel weinig? Nou, je moet zeg maar een paar keer moet je hem zeker enchanten. Nou, een paar diamonds moet je er dan bij doen. Heb je hem een naam gegeven? Dat is ook leuk. Kan je ook doen. Ja, oké. Dan noem ik hem... Oh, er komt een zombie. Oh, nee! Oh! Oké, jij is weg. Ik noem hem Vincent's... Egg. Nee, Vincent's... Hoe noem je zo'n ding in het Nederlands eigenlijk? Een steen over of zo? Een Kom nog een zombie! Een pikhouweel. Echt? Nee, waar? Aan de. Houweel. Een pikhouweel. Houweel. Ik heb hem. Ja, Vincent's pikhouweel. Waarom pikhouweel? Weet ik niet. Laat eens zien. Hier, zie je hem? Nou, geef eens. Oké. Pikhouweel. En een stone zwaard. Waarom niet Romy's? Ja, dan moet jij hem fixen een keer. Ik heb hem voor je gemaakt. Geef hem mij, dan kan ik gaan minen. Maar minen. Kan je mijn spullen droppen? Hier, wacht, ik doe deze wel even terug. Ja, deze moet gesorteerd worden. Jij bent een goede sorteervrouw en dan kunnen mensen in jouw video kijken hoe jij sorteert. Oh, wat leuk. Heb je genoeg plek of niet? Ja, tot nu toe wel. Wat heb je voor een zooi erin? Ja, weet ik niet. Ik ben Waarom gewoon... neem je dit allemaal mee? Omdat het Waarom fijn is. Waarom doe je het zelf niet weg? Omdat ik gelijk... Voor ik ben een simpele aapfonds. Ja, ik moet mijnen. De plicht roept mij. Ik moet zoeken naar diamond. Ja dan, man. The diamonds in the sky. Dus, zitten onder de grond. Ja, ik zit onder de grond. En de diamonds ook. Oh, ik moet eigenlijk ook stone pickaxe mee. Kan je die meenemen voor me? Stone pickaxe? Ja, wacht, ik kom zo nadat ik heb gesorteerd. Is goed. Dan ga ik even een iron snel maken voordat ik het avontuur begin. Het grote... Oh, ik heb hout nodig toch? Oh shit, ik moet toch komen naar jou. Hier is suiker. Suiker? Waarom heb ik je nou? Die heb ik nog voor je. Waarom heb je dit allemaal? Die had ik gewoon verzameld. Wat een zooi. Dat weet ik. Ah. Waar vind ik die wapens dan? Hebben we een wapenkist? Hier. Waar? Oh, hier. Nou, we hebben echt niet veel iron. Oké, ik neem al een paar geen mee. Geen iron, maar wel andere dingen. We hebben wel een iron pickaxe. Neem die wel even mee. Oké, ik ben zo terug. Doei. Doei. En dan ga ik zoeken naar lava. Ja, is goed. Ga even farmen. De kippetjes willen eten. La 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 la. En mensen, ik denk dat we wel gaan afsluiten. En in de volgende video gaan we zeker verder met dit gruwelijke avontuur. En hebben jullie ideetjes wat we kunnen doen in deze aflevering of serie? Dan laat het weten in de comments. Ik ga sowieso zoeken naar... Oh, heb ik nou torches mee? Ja, niet zoveel. Wat stom weer dit. Oh, hier is al de bedrock, serieus? Holy shit. Ik zit hier al serieus bij de bedrock. En, oh jee. Ja, dan ga ik wat mijnen. En dan zien we volgende keer terug, Trowie. Ja. Is goed, bedankt voor het kijken. Tot de volgende video. Doei doei.